Hoor je welkom bij een nieuwe video. Abonneer je zeker even op het kanaal van Kim. Hoeveel langer je dan bent voor hem. Volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1, 2 centimeter lang. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Ja, daar gaat het dan. Subscribe to the YouTube channel and be a best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En dit is deel 2 van de taxi video. Dus heb je deel 1 nog niet gezien? Kijk die vooral, want die is ook super schattig. En we gaan dus in deze video zien dat het hokje in elkaar gaat. We gaan nog naar de dierenarts en we gaan eruit laten. Maar we gaan eerst kijken of ze zich wel een beetje thuis voelt. Nou, ik ben inmiddels thuis en ik ga Taxi nu uit haar hokje halen. Want ja, ze wordt een beetje druk in het hokje, dus ik zal haar even neerzetten. En ik heb ook al een koekje voor als ze dat wil. Dus laten we eruit halen en kijken wat haar de reactie is. Ik sta nu voor de dierenarts met Taxi. En hier zo gaan we natuurlijk te horen krijgen wat voor ras het is, of het een jongen of een meisje is. En ze krijgt natuurlijk ook prikjes, omdat ze natuurlijk wel ingeënt moet worden. En natuurlijk de grootste vraag, is het een jongen of een meisje? Zelf hoop ik een meisje. En dat denken we ook, want we hebben zelf een beetje gekeken. Maar de dierenarts kan natuurlijk veel beter kijken. Dus we gaan kijken, want dan is of Tex is de naam voor een jongen. En Taxi is een naam voor het meisje. Nou, zoals je al een paar keer hebt gehoord in deze video, noem ik het ook een meisje. Omdat ik zelf denk dat het een meisje is. Maar mijn vader die hoopt dus dat het een jongetje is. Omdat we natuurlijk, de hond was ook een jongen. Dus we gaan even naar binnen en kijken wat het is. Nou, het is allemaal gelukt. Ze ging echt gewoon languit op de behandeltafel liggen. Echt, het is geen normaal konijn. Maar wat we wel te horen gekregen is, het is een heel gezond konijntje. Ze heeft veel spieren en ja, heeft dus al lang buiten gerend. Dus dat is dan ook weer wel een teken dat het een wild konijn is. Maar de dierenarts heeft dus gekeken en het is dus een meisje. Dus het is Taxi. Dus ik vind het super schattig. En ze gaat een heel leuk gezinnetje natuurlijk krijgen. Bij ons natuurlijk heel mooi hoek krijgt en dat soort dingen. Dus we gaan haar nu mee naar huis nemen. Want ze heeft wat prikjes gehad. Dus ze is een beetje dat ze zit van what happened. Dus we gaan haar lekker mee naar huis nemen. En dan natuurlijk helemaal kapot knuppelen. Nou, we hebben online een konijnenhok besteld. Dus, en hij is er nu. En ik heb even mijn beste hulpjes ingeschakeld. Want die vond het ook leuk om te helpen. Dus we gaan dit konijnenhok in elkaar zetten nu. En ja, waarschijnlijk gaat het compleet fout. Want ik ken hun. Dus, en mezelf. Maar we gaan hem even openmaken. En dan kijken hoe het konijnenhok er uiteindelijk uitziet. Nou, ik heb even de doos uitgepakt. Alles neergezet. En zoals je ziet, Taxi vindt hem nu al leuk. Dus we gaan alles even in elkaar zetten. En dan komen we even terug als, ja, als hij in elkaar staat. Nee, schat. Het is gewoon een gek villa. Ja. Maar leg jij die laatste erop dan? Zo moet hij toch? Nee, ik denk andersom handiger is. Wacht, wat staat er hier? Ja, precies, wat staat er hier? Maar dan heb je dit is een schuifje en die moet bij het bakje. Als dat is wel daar. Ze moet zo. Maar die gaat hier zo'n letje. Ja, precies. Gewoon. Heb je er nog één als door die naar hier al in? Nou, nu is ze nog jong, maar ik denk dat als ze ouder wordt, dat kan ze makkelijk springen. Oh ja, shit. Ik weet het al. Ik zie jou ook. Nou, de hele onderkant van het hok is nu klaar. En ze krijgt ook nog een bovenverdieping. Dus dit is de onderkant van de bovenverdieping. Dus deze gaan we er nu opzetten. En dan verder bouwen. Dus die moest je er zo op. Ja. Zo moet hij omhoog. Ik denk wat dit is, dat hij er zo... Ja, ja. Via dit. Zie je dat? Dat hij er zo in nee, kan. Hier. Nee, via, oh, hier, ja. Via dit ding, hier zo heen. We willen niet inklikken. Oh ja. Nou, zoals je ziet, eigenlijk bijna alles is al klaar. We hebben ook wel de bovenverdieping erop gezet. Het trappetje komt er zo in. Maar nu eerst gaan we het dak erop zetten. En hij is nog open, omdat deze kunnen we straks openmaken. Het andere deel heeft Pascal namelijk. Maar deze kunnen we er nu op klikken. Naar deze wel eerder. Nee. Oh, top. Want dit is nu gewoon zo schuimig. Zo. Kijk. Maar dan moet er nog. Oh, daar zijn deze dingen voor. Want als je deze. Ja, dan kan je hem dichtzetten.
Want deze is nu dicht, maar als je hem dus open wil doen, doe je dit en dan kan je hem zo. Woehoe! Maar dan moeten nog wat clipjes op. Wat vind je ervan? Ik ben interessanter. Echt hè? Echt hoef je dat er zo niet uit kan. Hallo. Wow, ik zeg het ook eens Lexi. Taxi. 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 Even kijken wat is daarboven en alles. Oeh, tweede band. Nou, Taxi zit nu in het hokje en zoals je ziet, ze vinden het al best wel leuk. We gaan zo even al het stro, eten, speeltjes erin leggen en dan ben benieuwd hoe ze het dan vindt. Hey, ze gaat eigenlijk naar boven. Oehoe, kom maar. Is zo? Ze is ook in het op twee pootjes. Ja, ze zit de hele tijd te kijken. Nou, zoals jullie net hebben gezien, heb ik het hok in elkaar gezet. Alleen, nou ja, het hok was iets te klein voor Taxi. Dus ik heb even een wat grotere besteld. Hopelijk is deze wel goed genoeg. Maar om jullie alle strugglebeelden te besparen dat ik het hok weer in elkaar ga zetten, ga ik gewoon meteen door nadat het hele hok in elkaar gezet is. Dus ik ga het hok in elkaar zetten. Nou, door een grote verhuizing door het hele huis hebben we uiteindelijk het hok hier neergezet. Hier stond voorheen een bureautje, maar die hebben we dus weggehaald zodat de Taxi hier zo kan staan. En ze heeft een twee verdiepingen hok, dus lekker veel ruimte. En nou ja, zoals je ziet, ze hupt er lekker doorheen, dus volgens mij vindt ze het wel een leuk hokje. Nou, het is zover. Ik sta nu op de berg en we gaan Taxi uitlaten. We hebben namelijk een kittentuigje gekocht en ik heb hem alvast omheen gedaan. En ze ligt in een babypositie nu bij me. Echt super schattig. Maar ze is wel een beetje bang, dus ik ga er heel voorzichtig neerzetten. Misschien dat ze het lekker vindt om hier wat gras te eten of zo. De vorige keer dat ik haar uit ging laten, ging ze helemaal rennen en dat soort dingen doen. Maar ze zit wel lekker zo in het gras, denk ik. Kom. Kom. Je moet niet op je riem staan. Kom eens, zo op je kant. Van deze kant op. Ze vinden de riem interessanter dan het gras. Ze heeft er geen zin meer in, maar het was wel grappig om even te lopen. Ze heeft wat groen gegeten, dus nou, andere keer misschien beter. Maar het was wel grappig, want ze ging helemaal op de achterpoten staan. En ze ging onder mij zitten, omdat ze toch een veilige plek wil zoeken. En ze ging echt keihard rennen. Het was in ieder geval super schattig, dus nou, misschien dat ze een andere keer nog een keertje wil. Nou, dit was dus de video over Taxi. We zien wel aan een paar dingetjes nog dat het een wild konijn is. Ze wil namelijk geen stro in haar hok. En als ze niet weet hoe ze gaat liggen, ploft ze maar neer. En het lijkt net alsof ze dood is. Het ziet er wel super schattig uit. Als jullie het nog leuk vinden om wat meer video's van Taxi, laat dan vooral weten in de reacties onder deze video. En wil je haar nou extra goed volgen, volg haar dan ook even op Instagram en TikTok. De linkjes zal ik even in de beschrijving zetten. Maar ze heet op TikTok en Instagram Taxi het konijn. Dus je kan haar ook nog opzoeken. Dus vonden jullie het een leuke video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal en zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. En zie ik in de volgende video weer. Doeg!